Ja, een nieuwe week in het medialandschap en een nieuwe aflevering van Achter de Schermen. Het mag gezegd worden, een jubileumaflevering. Oh, want ja. Het is de 10e aflevering van Achter de Schermen al. De 10e al? Ja. Ja. Ja, jongens. Criticasters zeiden, ze hadden nog geen 4 afleveringen vol. Ja. Nog geen 7, nog geen 9 heb ik zelfs gehoord. Maar kijk, nu 10. Voilà, 10. En wat gaan ze nu zeggen? Nog geen? Nu hullen ze zich in stilzwijgen, want we hebben weer een prachtige aflevering die eraan komt. Met een nieuwe media-insider, Manu van Akker. Welkom. Goedemiddag, hallo. Presentator bij M&M. Klopt. Je bent ook een stem bij Clara. Ja, juist. Ja. En het miljoenenpubliek ken je natuurlijk als de kassier uit Nonkels. Absoluut. En het is een jubileumeditie, een feestelijke editie. Dus wie kunnen we dan beter vragen als A-lister dan de gevierde schrijver Herman Brusselmans? Dank u wel. Niet achter middenbermen, niet achter twee dorpskernen, maar achter de schermen. Nu moet ik ook wel zeggen dat ik dit tekstje geschreven over jou, gevierde schrijver, maar eigenlijk ook, is ook niet helemaal waar. Want veel literaire prijzen zijn er nog niet jouw richting uitgestuurd. Gevierd ben ik niet, hè. Ik ben schrijver al 40 jaar, maar gevierd ben ik totaal niet. Hoe komt dat? Omdat ik de literatuur en alles wat er rond hangt, mezelf in kluis niet op serieus neem. Ah ja. Het feit dat ik lach mee, alles speelt daar wel een rol in. Ja, ja. Maar je zit er niet op te wachten? Ja, op 50.000 euro zit altijd wel te wachten, natuurlijk. Ja. Kijk, het is een feestelijke aflevering, 10e aflevering. En zoals dat altijd dan gaat in de showbiz, moeten we meteen bij de minst mogelijke verdiensten al even stilstaan en dat vieren. Wanneer is gedacht aan een compilatieaflevering met de beste fragmenten? Maar we hebben dan toch jullie uitgenodigd. En we hebben ook een speciale voorzien, Jeff. Jeff, wat heb je meegebracht? Ik heb een zalig flesje Prosecco. Oh. Oh, lekkere Prosecco. Maar jongens, ik ben totaal non-alcoholisch. Ja. Dus ben je een totaal onthouder? Ja. Oh. Voilà. Voilà. Voilà, Herman. Ik heb jouw koffietje uitgevoerd. Ja. Kunnen we toch eens klinken? Ja, ja. Dank je wel. Ik ga dat wel in mijn dingen geven, want het is ongelooflijk warm. voor wie het niet zou kunnen zien, de chef had hier net een mooi fluitglaasje, daar wat koffie in geschonken. En ik zie het Herman Brusselmans met trillende handen aan het bekomen van dit feestelijke moment. Herman, hoe was jouw week achter de schermen? Ik heb een paar podcasts gedaan. Oh. Voor de tijd, onder andere. Wel, het is ons opgevallen dat je wel een heel graag geziene gast bent bij podcasts. Ja, want wij hadden Herman al geboekt. Ja. Al een aantal weken geleden. Ja, zoals dat gaat met Herman Brusselmans. Ja. Die boek je echt op voorhand. Hè? En ineens dook die op in allerlei andere podcasts en dachten wij, ja. Ja, ja, dat is natuurlijk een probleem. Maar ik ga een beetje afbouwen, want... Wordt het je te veel? Ja, weet je, omdat de meesten ook niet betalen, hè. Ah. Men zegt altijd, als ik vraag hoeveel schuift dat, ja, interviews en podcasts betalen niet, maar ik vind dat belachelijk. Bij jullie krijg ik een bepaalde som. Een milde gage, waarmee dat ik 3 pakjes sigaretten kan kopen. Dus dat is toch ook al iets. Family packs. Maar, maar eigenlijk is het een vorm van respect als iemand vraagt, van Gent naar Antwerpen, geeft hij dan tenminste een aalmoes, maar zo vlak af zeggen, ja, nee, de podcast betaalt niet, dat vind ik een beetje te gemakkelijk. Nu, ook een kleine opvolging is ook vereist. We hebben ooit al met Herman Vrienden Worden Met opgenomen op Supercontent, op ons YouTube-kanaal. En toen heb je daar gemeld dat je altijd je puntjes liet knippen bij Xantippe in Brugge. Xantippe in Brugge. Ja. En ik zei daar toen bij de bekende kapper uit de jaren 90. BV-kapper. BV-kapper uit de jaren 90. Ja, nog, hè, nog. Ik zei toen ook, ja, mijn mama gaat daar ook, is ook vaste klant. En effectief, recentelijk kwam ze terug van Xantippe met een cadeautje voor mij. En daar stond een kaartje bij van de bekende BV-kapper uit de jaren 90. Ja, Christine. Je kon die vroeger altijd, maar nu, kijk, nu onbegrijpelijk, maar je kon je vroeger altijd op de aftiteling van het Swingpaleis of zo. Ja, 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 maar Christine is al redelijk van ouderdom. Maar die heeft een salon met 30 personeelsleden. Dus dat personeel gaat af en toe bij VRT en VTM en zo het haar doen. Wordt dat nog gedaan? Kappers ter plekke bij shows? Ja, ja. Ah, zeker, ja, zeker. Waar ga jij, Manu? Wel, ik heb dus het geluk dat met Café de Mol, de make-up artist van Café de Mol, is ook de make-up artist van Nonkels geweest. En zij knipt fantastisch. Dorien van Poeken. Dorien? Ah ja, Dorientje. Ja. Ja, ja. Dorientje. Die zit overal, hè. Ja, en dan vraag ik altijd aan haar of ik zo 10 minuten vroeger mag komen, dat ze op mijn haar neemt. Ja. Dorien zit ook bij de slimste mensen. Ja. Ik zeg het, Dorien zit overal. Dat is.
En ook een heel lieve vrouw. Ja. Heb je favoriete make-up artist? Dorien. En zijn er ook echt vervelende die te veel praten? Nee, of nee, dat valt allemaal goed mee. Achter de schermen valt alles eigenlijk heel goed mee. Ik doe nu al heel lang dit soort dingen. Allee, tv en weet ik veel. En ik heb nog nooit zo een gevoel gehad van ze zijn hier arrogant of onbeleefd of whatever. Ik heb weinig verhaal over hoe het misgaat achter de schermen. Oh. Ja. Goed. Dat is jammer voor de luisteraars die erop zaten te hopen. Maar het is waar, in het algemeen, achter de schermen, ja, je gaat er naartoe, je zit in een backstage, je drinkt iets, je doet je ding en dan ga je naar huis. Vroeger in de tijd dat ik dronk, bleef ik wel hangen tot de laatste, tot een stuk in de nacht en ging er nog op café enzovoort. Maar ook daar is er weinig gebeurd. Behalve dat Daniel Dexter mijn broek is afgestoken heeft in het openbaar, maar dat is heel lang geleden. Ik kan me de details niet herinneren. Nee. En Goede Liek is ook trouwens. En Cara van der Aura ook. Die hebben alle drie afzonderlijk hun broek afgestekt of samen? Nee, afzonderlijk. Met jaren ertussen. Ah, ja, oké. Okay, Ja, ik was gewoon pauze aan het laten. Of dat je daar misschien nog iets verder over kwijt wou? Nee, verder is daar echt niks over te vertellen. Dat is wel ook gewoon. In ieder geval geen verhaal waar mijn broek van afvalt. Mooi. Manu, hoe was jouw week achter de schermen? Formidabel. Ik heb een gigantisch slaaptekort ontwikkeld ondertussen weer deze week. En, ja? Voor wie zegt, wie is Manu van Aker? Ja, goede vraag. Ja, dat kan. Hè. Is natuurlijk door en door media insider. Zo kennen we jou vooral. Daarom heb je jou uitgenodigd. Maar je bent ook presentator bij M&M. Klopt, ja. Ik presenteer de pre-ochtend op M&M. Dus dat is voor de ochtend, ook wel de nacht genoemd. En ik presenteer van 4 tot 6 ochtends. Van 4 tot 6? Elke dag toch niet? Elke dag, van maandag tot vrijdag. Wat is zo het publiek dat tussen 4 en 6 luistert? Heel fijne mensen. Ja? Vrachtwagenchauffeurs. Ja. Dat was ook het eerste waar ik aan dacht. Ja, maar dat is. Hé, maar dat zijn toffe mensen. Van de groenteveiling. Ook, ja. Groenteveiling, visveiling. Bakkers. Allerlei nachtberoepen. Schrijvers. Taxichauffeurs. Trapeze, artiesten. burgerlijke ingenieurs. Jeff, jij hebt ook een update. Vorige week heb je hier het een en het ander gelost over de gemeente Baardeghem. Ja, Baardeghem blijkt toch een interessanter dorp dan ooit tevoren gedacht. Nabij Aalst. Ook de habitat van mijn schoonfamilie. Ja, en ook van Hans Barlon, maar ook van jouw schoonfamilie. Ja, Hans Barlon is eigenlijk deel van mijn schoonfamilie natuurlijk. Is dat echt of wat? Ja, dus dat is eerste mediageheim. De neef van mijn schoonvader. En dus we hebben al ontdekt dat Octave de Bolle ooit een echte inwoner was van Baardeghem. Ja. En dat hij als inspiratie heeft gediend voor het personage in Samson en Gert. Ja. Maar dus ik ben, ik maak af en toe samen met mijn lief een wandeling doorheen Baardeghem. En nu de laatste tijd, nu dat de podcast zo'n hot topic, dat Baardeghem zo'n hot topic in de podcast is geworden, spreken echt mensen mij aan. Ze komen de deur uitgelopen met allemaal mediaverhalen die zich ook in Baardeghem hebben afgespeeld. Omdat de podcast ook een hot topic is in Baardeghem. Ja, daar worden onze luistercijfers, als je dat geografisch bekijkt, dat is echt een enorme piek daar in Baardeghem. Ja. Ja. En dus wat blijkt nu? Vroeger, ik heb een nieuw verhaal opgescharreld. Ik ben tegengehouden. Chef, kom even binnen, koffie. Ik heb een verhaal. Het is eigenlijk een soort mediageheim eigenlijk en een sportgeheim tegelijkertijd. Want wat blijkt, tot over een aantal jaar organiseerde Hans Bourlon samen met Studio 100 altijd de Studio 100 Trophy in Baardeghem. Een soort kermiskoers. Maar eigenlijk namen daar vooral veel BV's aan deel. Ah, bon? Alexander de Croo kwam daar fietsen. Willy Sommers. Die fietst graag. Ja? Willy fietst graag. Ja. Dat is ook weer een mediageheim. Kobe Ilse kwam daar ook veel fietsen. Ja. En wie won er nu elke jaar die koers? Natuurlijk was dat Megatobi, mega sportieve kerel, triatleet denk ik zelfs. Ja. Tot op een jaar dat ze een keer hadden gezegd dat ze gevraagd hebben vanuit de organisatie om net de laatste ronde, de laatste rechte lijn, allemaal de remmen dicht te knijpen, zodanig dat eindelijk Victor Verhulst ook eens kon winnen. Oh. Dus een van de Studio 100 trophies is eigenlijk een soort vervalsing. Een toegift voor arme Victor. Ja. Dus en waarom moest hij per se winnen eigenlijk? Ja. Omdat zijn vader de compagnon is van Bourlon. Ja, of ooit eens vier kon zijn. Ik weet het niet. Voor het eerst in zijn leven. Is dit door meerdere bronnen bevestigd? Ik heb twee bronnen. Ja. Twee onafhankelijke. Ja. Maar die wonen wel naast elkaar. Dus dat kan zijn dat die elkaar gecontamineerd hebben. Ja, ja, ja. Binnenkort hopelijk Victor Verhulst hier nog eens te gast om het te bevestigen of ontkrachten. Om een vervolg te brengen aan dit verhaal. Ja, ik moet zeggen, toen ik dat verhaal hoorde, mijn broek zakte er vanaf. Herman,
Je hebt eigenlijk altijd een beetje het imago gehad van nogal grof gebekt te zijn. De controverse niet uit de weg gaand. Ja. Maar dat is wel verminderd. Dat is verminderd. Hoe komt dat? Omdat die controverse... Er is te snel controverse tegenwoordig. Je moet bepaalde woorden vermijden enzovoort. En dan denk ik van, weet je... Ik heb wel wat controverse gehad, een proces gehad ooit. Veel gedoe op... Zeker in de sociale media, afgebrand en inderdaad geen prijzen winnen. En zo wat apart staan in de Vlaamse literatuur. Ja. En op een bepaald moment heb ik gezegd van, weet je, laat ik het een beetje kalm aan doen. Ik schrijf nog mijn boeken, ik schrijf nog mijn columns. Ja. Maar niet dat ik het vroeger echt opzocht. Ik zei gewoon wat ik wou zeggen. Maar nu vermijd ik het een beetje. Ik ben ook te oud, weet je wel. Arno, die werd enfant terrible genoemd. Tot hij 60 was. Ja. En ik wil niet een enfant terrible van 70 jaar zijn. Dat vind ik belachelijk. Het is wel een imago dat je destijds hebt opgebouwd. Maar zoals met veel publieke imago's dat waarschijnlijk het geval is, ligt dat niet altijd per se in lijn met hoe dat een persoon echt is. Nee. Als we nu, we hebben jou nu al twee keer ontmoet, kunnen zeggen dat je op zich eigenlijk een rustige, vriendelijke man bent. Maar hoe komt het dat dan net hetgene is dat je toch hebt... uitgespeeld? Wat uitgespeeld is, lijkt weer alsof dat ik het opgezocht heb. Hè. Of hoe komt dat dan naar voren is gekomen? Want dat is waarschijnlijk wel iets dat wel degelijk in je zit. Maar als schrijver wou ik altijd wel dat soort dingen doen. Ja. Ik wou me niet inhouden, weet je wel. En de klassieke verhaaltjes, mijn plot, de personages, mijn ontwikkeling van de personages, en dat gebeurt er daar en dat. De klassieke roman heb ik altijd een beetje gemeden. Mm. Ik wou altijd de literatuur een beetje op zijn kop zetten. Ja. En dat schelden, weet je, dat komt van bij mij thuis. Ik heb dat al gezegd, het eerste woordje dat ik kende was niet papa of mama, maar klootzak. Ik kom uit een veehandel, zeer ruw milieu, waarin iedereen elkaar uitschold heel de tijd en daarna het weer goed maakte enzovoort. Dus dat zit wel in mijn jeugd. Ja. Maar op zich, de schrijver en de persoon zijn verschillend. Op welk moment ben je daar heel... bewust van geworden en daar dan... Toen ik 5 was, mijn moeder vertelde altijd het verhaal. Wij hadden een erf en aan de poort, dat was een redelijke drukke straat, aan de poort stond ik dan als 5-jarige iedereen uit te schelden tot het schuim op mijn lippen stond. Ah, bon. Dus het zat wel in mij. Weet je, iedereen heeft verschillende persoonlijkheden in zich. En bij mij is de persoonlijkheid die dan scheldt en mij alles lacht enzovoort, valt samen niet met de persoon, maar met de schrijver. Ja. Ja. Ik heb nog nooit iemand in het echt, zal ik maar zeggen, in de realiteit uitgescholden. Of ik probeer ook moeilijkheden te vermijden. Of als er mensen lastig doen, ga ik gewoon weg. Ja. Ik zit graag op mezelf met mijn vriendinnen, met een klein nu en nond. Maar ik schrijf anders dan dat ik ben. Ja, maar los van het schrijven, je hebt dan ook je mediaverschijningen. Wanneer ben je... bewust geworden van, ik moet het misschien meer doen, want dit is nu mijn personage. Een imago, dat bouw je eigenlijk vaak zelf niet op, maar dat krijg je opgekleefd. Een etiket door andere mensen. Maar dan word je op den duur misschien, en zelfs in talkshows, dan ook in Nederland en zo gevraagd, omdat ze weten, het is Herman Brusselmans, er zal wat uitkomen. Het wordt ook verwacht van je dat je dan goed van leer trekt. Maar dat is vaak een probleem, en zeker tegenwoordig. Ze vragen je daarom. Ja. En als je dan dat rolletje speelt, dan is het van oei, 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 zo ruig. En je moet je verontschuldigen tegen die en die. Wat dat ik dan vertik natuurlijk. Ik heb een nieuwe revue, dat is een Nederlands weekblad. Heb ik 256 afleveringen gedaan van een reeks overschatte mensen. En dat was echt bedoeld, vooral stilistisch, om iedere week iemand totaal de grond in te boren. Ja. En daar zijn problemen van gekomen. Om een duur hebben ze mij aan de deur gezet, omdat er te veel reactie op was. Van dat kan er meer in deze tijd, mensen uitschelden en dat woord gebruiken en dat woord. Was dat niet met Anouk? Was daar ook? Anouk zat er ook in. Hè. Maar Anouk had ik uitgescholden, die was kwaad. Die is dan een verrassingsoptreden voor mij komen doen in Van Gil zijn gasten, stond er nog. Ja. Ineens dook die daarop. Ik was een beetje van mijn apropos, van oh shit, die Anouk. Maar die kwam er dan een soort van liefdesliedje voor mij zingen en dan denkte van eerst was die pissig en nu niet. Maar waarom was die nu niet pissig? Omdat ze 15.000 euro kreeg om 2 minuten, 2 minuten naar de studio te komen. Ja, dat zou ik ook niet pissig zijn. Hè? Ja. Was dat dan daarna wel? De gevoelens van haar bleven wel?
Dat weet ik niet. Die had een gevolg bij van 9 man. Haar coiffeur, haar schminker, haar chauffeur, haar, noem maar op. 9 man had die bij. En die doen dat ding en die gaan weer weg. Dus dat is niet dan achteraf. Maar de breekpunt was Sherma Rouse. Ken je die, Sherma Rouse? Nee. Dat is een zangeres die nogal volumineus is. Ja. Allee, ja, die is heel zwaar eigenlijk. En in mijn column over haar ging ik dan focussen op dat zwaar zijn, weet je wel? Ja. Als ze in de Noordzee springt, zet ze 3 landen onder water. Zo, dat soort dingen. Weet dat je soort, ze kan in haar eentje een bergrit in de Ronde van Frankrijk imiteren. Dat soort shit. Ja, die column door. En dan, die is ook een zwarte zangeres. Ja. Waar ik eigenlijk totaal niet aan gerefereerd had, maar dan is het toch van ja, dat arme mens, en ze is al zo zwaar en ze is dan nog zwart ook. En jij gaat een beetje lachen met haar, dit kan niet meer. En dan hebben ze mij buiten gegooid. Oké, dat was de druppel dan. Ja, nog eentje is er geweest, wat dan ook de druppel na de druppel was. En dat was dan over, de overstroming over prinses Amalia, de dochter van de koning. Maar je voelde het einde al naderen en je dacht, ga je nog een... Ja, nog een uitsmijter. Een royale uitsmijter. Maar de joke was dan dat ik voor het eerst en het laatst ook heel positief was. Dat zo'n enorme positieve, nou, fantastisch meisje en heel slim en heel mooi. En wat daar dan in stoorde was dat ik geschreven had dat ze een serieus een bos hout voor de deur had. Zeg, gewoon grote titel, daar kwam het op neer. En dan mogen we toch niet zingen van een 17-jarige prinses enzovoort. Maar van jou was dat eigenlijk positief bedoeld? Altijd, hè, grote titel, bij wijze van spreken. Zeg maar, als je zo dan buitensmijten bij die bladen waar dat je schrijft, hoe gaat dat dan? Ontvangen ze dan? Een mailken? Heel kort, heel sumier. Meestal reageer ik niet, maar ik herinner mij het laatste nieuws. Had ik meer dan 1000 sportcolumns geschreven op zaterdag. Ja. En op een keer was het gedaan, kreeg een mail dat ze mee stopten. En ik ga er niet op reageren. Ik ga niet beginnen van, neem mij terug of dit of dat. Maar de hoofdredacteur belde dan zelf, we moeten eens gaan eten. Ik zeg, gaan eten? Je smijt mij buiten, waarom moeten wij nog gaan eten? Ik zeg, ja, nu dat ik u toch aan de lijn heb, zou ik eens willen weten waarom ben ik aan de kant gezet. Je zet het duur. Terwijl ik al 10 jaar voor dezelfde prijs schreef. Dus dat was een uitvlucht. Maar ik voel nou al lang eigenlijk, al maanden en maanden, misschien wel jaren, dat er tegen die sportcolumn, waarin dat ik ook iedereen belachelijk maakte, en lachte met Anderlecht en Club Brugge en iedereen, dat er van buitenuit te veel druk kwam. Van dienen moet eruit. Het werd niet geapprecieerd, maar ze durven dat niet zeggen. Nee. Dat is wel raar. Is het nog gaan eten dan? Nee, ja. Ik ben wel gaan eten, maar niet met die hoofd. Want die dag had ik er al over, dus ik ben toch gaan eten. Zijn er anderzijds al momenten geweest dat je feller van leer bent getrokken dan dat je misschien zelf zou doen, maar omdat je aangepoord wordt door bijvoorbeeld tv-makers of zo, die zeggen, doe maar een keer. Dat wordt gezegd in de wereld, draait door, het succesprogramma van Matthijs van Nieuwkerk, nu ook gecanceld al een paar jaar. Daar werd vooraf inderdaad gezegd van, geef maar een keer goed door. Maar eigenlijk zijn ze dan zelf... Ik ben ooit aangekondigd, de eerste keer als ik in dat programma zat, de man die zichzelf de Vlaamse Befkoning noemt. Ja. Ik heb dat nooit gezegd over mezelf, de Vlaamse Befkoning. En dat is blijven leven. En iedere keer als ik daar kwam om te praten over een boek, werd dat weer van stal gehaald. Tot op een bepaald moment heb ik zelf gezegd, sorry, ik doe er niet mee. Ik ben het gewoon beu. Weet je wel. Daarmee krijg je een etiket op. En ook als ik Nederlanders, zelfs in Gent, Hollanders, de Vlaamse Befkoning. En dan denk ik, ik heb 87 boeken geschreven en 3000 columns en dat is wat dat blijft hangen. Dat zet je dan en niet meer dan dat en dat steekt tegen. Ja. Dus dan denk je wel, misschien moet ik toch mijn persoonlijk imago een beetje aanpassen. Ja, maar een keer als ik ergens zit, is natuurlijk soms, en het zijn camera's enzovoort, gaat het toch misschien dat rolletje spelen. Is dat? Gaat dat dan vanzelf? Ja, dat gaat vanzelf, ja. Maar nu, je komt, eigenlijk, Herman heeft al een redelijk wat kilometers gereden. Ja. Jij komt een beetje kijken. Ben je daar dan mee bezig met hoe dat je dan groeit als imago? Bijvoorbeeld bij Café de Mol? Ja, een beetje wel. Nu, het ding is, ik moet wel zeggen, bij Café de Mol was dat zo, de eerste keer dat ik daar naartoe ging, vond ik dat ongelooflijk spannend. En ik piste echt in mijn broek van de stress. Ja? Omdat dat zo, je weet, dat is voor televisie. Dat is de eerste keer dat je op televisie komt als jezelf. En achteraf waren dat heel fijne reacties. En waren mensen zo, die is zo grappig en zo spontaan. En ik moest daar dan de week erop opnieuw zitten. En ik dacht, fuck. Dan moest je weer grappig en spontaan zijn. Ja, ik moet even grappig en spontaan zijn. En wat als de mensen na vandaag zeggen, dat was helemaal niet, die is helemaal niet zo tof of zo. Ga je dan zo vooraf al mopjes verzinnen? Ja? Eerlijk? Ja, maar ik heb ze niet gebruikt.
Elke week onthullen we hier ook een mediageheim. Wordt altijd voorzien door onze media-insider. Dat is deze week Manu van Akker. Wat is jouw mediageheim? Ja, ik was eigenlijk aan het denken, een mediageheim. En dat is, ik heb dat nu gebaseerd op de vraag die ik het meest krijg als je voor de radio werkt. Ja. Mensen vragen altijd, maak jij je playlist zelf? Ja. Het antwoord is nee. Dus wacht, dus alle mensen tussen 4 en 6... die op de baan zijn. Dus de trapeze-springers. Onder andere. De truckchauffeurs, die sturen van... Manu, dit kan niet meer, we willen een ander nummer. Ja. Maar je kan daar niks aan doen. Ik kan daar niks aan doen. Er zit altijd zoiets een verzoeknummer in. Dan mogen ze sturen wel het nummer dat je wilt horen. Dan heb je altijd die truckchauffeurs die zeggen... Ik wil snolle bolletjes horen, dan denk ik, ja. Van links naar rechts. Ja, van links naar rechts. En de tomatenplukkers. Ah, ja. Vinden die allemaal heel leuk. Vind ik net iets minder. Maar ja, dat zijn verzoeknummers. Maar soms ook dat dan wel. Ja. Weet je, Maar nu, die nummers... Het is al jaren toch dat die nummers gewoon met de computer gekozen worden. Ja. Dus alle nummers zijn ondergedeeld binnen een categorie. En dan zijn er binnen een bepaald uur... is er een regeling van zoveel nummers uit de tweede categorie, bijvoorbeeld van de jaren 0. Of je hebt toch A-roulatie, B-roulatie en C-roulatie? Wat is dat? Ik weet, als een band in A-roulatie komt bij Studio Brussel, dan worden ze bijna elk uur of om de 2 uur gespeeld. Als je in B-roulatie 2 keer per dag en C-roulatie, zodat je af en toe eens kunt opduiken, is de kans superklein. Ja, maar je hebt ook voor mensen die zeggen, ik hoor elk uur Pobelitijs bijvoorbeeld. Ja, dat is dus niet waar. Er zit altijd minstens 3 uur tussen. Ah ja. En hoe wordt bepaald of je in welke roulatie zit? Dat is een muziekredactie. Ja. Zij vergaderen daar wekelijks over. Dan komen de labels ook, de platenlabels, die komen eigenlijk echt hun plaatjes aanbieden. Hè. Dus die komen dan... Je hebt bijvoorbeeld artiesten die zeggen van... Die dat zelf opsturen. Hè. Dus het aantal mails dat de muziekredactie krijgt per dag is... ongelooflijk veel. Je kunt misschien met iedereen een keer gaan eten die een mailtje stuurt. Als je honger hebt. Dat heeft hij al gedaan. Oppassen, Herman. Nee, oh ja, shit. Er valt nog een mailtje. Binnen een mailtje. Nu al gekend. Shit, ik val weer in mijn rol. Nee, ja. Dus ja, alleen mensen sturen ongelooflijk veel. En wat dat mensen dan doen, je hebt zo tegenwoordig artiesten die denken, ik ga lekker hip doen. Ik ga het op een cassetje drukken. Ah ja. Ja, niet doen, hè. Onnozelaar, stuurt nog eens een keer gewone WeTransfer. Dat zijn echt zo originele sollicitatiebrieven. Hè, ja, wat dat stom is, je hebt ook mensen die een cd afleveren. Allee, sorry, mail dat dus gewoon. Als je wil gedraaid worden via een WeTransfer, maar eigenlijk best via een muzieklabel. Ja. Ik heb me zelfs laten vertellen dat de muzieklabels echt zo plaatjes kunnen kopen, maar dat is een mythe. Ja? Ja, het is niet te koop. Nee, het is niet te koop. Nee, dus er wordt inderdaad gezegd van ja, hey, labels die kopen een x-aantal plaatsen binnen de playlist, ja. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat zou erg zijn. Ja. Maar ik heb het vandaag nog eens gecheckt ook, speciaal voor jullie. Oké. Okay. Ik heb het bij een label gecheckt. Ah, bij een label, ja. Ah, je hebt gevraagd aan een label, klopt het aan jullie? Want het radiostation zal het waarschijnlijk toch niet toegeven. Ja, maar een label ook niet. Het label ook niet, niemand gaat het, daarom is het een geheim natuurlijk. Ja, kijk, weet je wat, de overheid moet maar niet zo besparen op de VRT, dan moeten zo mafieuze praktijken maar niet gebeuren. Het is gezegd. Voilà. Ja. Herman, je kijkt ook wel best veel tv, hè? Ja, maar vooral omdat mijn vriendin Nederlands is, veel Nederlandse tv. Ben je vervreemd van het Vlaamse televisie? Ja, een beetje landschap, wel, eerlijk gezegd. Vroeger had ik echt het nieuws van 6 uur, Meus, Blokken, het journaal, iedereen beroemd en dat is zo wat weggedimst. Al de gerechtjes van Meus heb jij gevolgd? Ja, de meeste wel. Ja. Ah ja, wauw. Vind je dat tv beter of slechter is geworden? Beter. Beter? Ja. Beter, ja. Ja, de reeks en zo, zelfs de Vlaamse fictie en zo, dat vroeger altijd toch wel een stiefkind was. Ja. Dat is nu toch allemaal beter. De acteurs hebben een betere opleiding volgens mij. De details eigenlijk zou je kunnen noemen, of achter de schermen, dat is allemaal veel beter dan vroeger. Ja, dat vind ik ook. Ja, en jij zegt het waarschijnlijk ook, maar niet omdat je hebt meegespeeld in de Vlaamse fictie. Ja, klopt. In Onkels. In Onkels, ja. Maar ook nog... Ja, nou... In die andere topfictie van Eigen Bodem? Ja, er is ooit eens... Ja, maar ik moet het nu toch zeggen... Ja, ik schaam me er dood om. Het is echt waar. Oh. Maar ja, schaam me. Nee, je zegt altijd, je moet trots zijn op wat je gemaakt hebt. Maar soms is het zo lelijk dat je er niet trots op kunt zijn. Oei. Ik heb ook nog... Kun je ons onthullen over welke grote titel het hier gaat? Ik heb ook nog in The Redders meegespeeld op Play 4. Dat was mijn allereerste... Was dat niet met Julie Vermeijer? Met Julie Vermeijer, Wacht, voor wie het niet zou weten, de Redders is eigenlijk de buurtpolitie van... het
strand. Het gaat daar over redders en al hun miserie. En Baywatch een beetje ook. Eigenlijk is dat een beetje Baywatch. Ja. En dan waren daar eigenlijk twee politieagenten, Frank en Sarah. Ik was Frank. Dus als je mij ziet, dan denk je echt, dat is nog een keer Frank. Ja. En dan was eigenlijk, als het te zwaar was voor de redders, toen kwam de politie. Dus om een voorbeeld te geven, er was een agressieve man op het strand. Ja. En dan moesten we die in de boeien slaan. Nu, het ding was, dat was niet uitgeschreven. Dus dat was gewoon Frank en Sarah. Scripted reality. Ja, scripted reality. Ja. Dus om het zo natuurlijk mogelijk te maken, zeiden ze dan, Frank en Sarah komen aan op het strand, rekenen de man in en gaan ermee weg. Dus dat was zo, oké, doe maar. Maar ik zeg, ja, maar ik heb nog nooit handboeien gebruikt in mijn leven. En die zo, oh. Ik zeg, ja, nee, ik ben Herman Brusselmans niet. Dus wat hebben we dan gedaan? Uiteindelijk, ze hebben mij dat dan aangeleerd, dus... Heel kort uitgelegd, handboeien leg je op de pols. Ja. En dan klikt dat daar meteen over. Voilà. Herman weet dat. Hè. Ja. Ja. En heb je ooit handboeien omgehad? Ja. Opgepakt? Nee. Tijdens de seks. Hè. Opgewonden. Ja, ja. Het is het moment dat dat gaat gebeuren. En dan zeg je, ja, doe maar. Dus ik wil dat zo wat stoer doen. Maar ja, met mijn postuur is het al niet makkelijk om zo in dat... zacht zand te wandelen met van die zware bottinen, dan zo iemand van op de grond terecht trekken. Allee, je ziet het al voor je. Ja. Dus ik wil zo wat stoer doen. Ik wil dat op die figurant dat ik dat moest inrekenen, wil ik dat erop slaan. Maar ik sla er zo wat naast, waardoor dat ik zo een kapje in die zijn arm heb geslaan. En dan sla ik erop, ik pak die vast en ik ga daarmee weg. Die zeggen, ja, kut. Ik zeg, ah ja, best kut, want we gaan dat nog een keer doen. Nee, dat staat erop. Ik zeg, ja, maar... Je ziet dat ik ernaast sla. Het is al zo ongeloofwaardig. Laat staan dat we dan nog eens, dat je ziet dat de flik ernaast slaat om dan en dan erop te staan. We fixen dat wel in de montage. We gaan dat wel fixen in de montage. Maar Herman, jij hebt ook nog meegespeeld in de buurtpolitie Vips. Ja. En daar heeft toen een kritiek gestaan in de Standaard. Dat kreeg 2 sterren. Maar er stond bij dat ik de beste acteur was van allemaal. Wel, ik heb een stukje bekeken. Dat is niet slecht, hè? En ik vond dat eigenlijk ook vrij goed gedaan. Dus er was bij mij ingebroken. Ja, je laptop was gestolen. En de flikken kwamen dan met, op onderzoek uit. En allee, achteraf, ik heb er enorm veel... ik stond eerst bekend dus als schrijver, dan als slimste mens. Maar nu ben ik vooral een diener van de buurt. Maar wat dat opvalt... En andere mensen hebben al gezegd, enorm veel kinderen keken ernaar. Ja, sindsdien ben ik ook vanaf de kleuterschool tot de lagere school hot. Ah ja. Dienen van de buurtpolitie. Oh ja, als ik ben een paar jaar inderdaad roman aan school brengt. De zoon van dienen van de buurtpolitie. Ja. Och, arm dat kind. Elk week geven we hier ook een legendarisch tv-item weg. We noemen dat een tv-reliquie. Ja. Dat vragen we telkens aan de A-lister in kwestie om zoiets mee te brengen, omdat we dan kunnen weggeven aan de luisteraars. Maar het mag gezegd worden, Herman, je bent eigenlijk net verhuisd. En ja, alles, dat soort dingen zit nog in dozen. Dat staat op zolder en in de kelder. Je kan gewoon een willekeurige doos meepakken en dat weggeven. Heel die doos. Dat je zelf niet wist wat erin zat. Dat zijn dozen van 60 kilo. Er zit dus van alles in. Daar staat ook echt op tv-reliquieën. Ja. De tv-reliquieën van Herman Brusselmans. Ja. Dus ik heb niks bij. Nee, je hebt niks bij, maar dat is niet erg. Hè. Dat is hier al een vooraf ingestudeerd nummertje dat ik hier opvoer, want wij hebben iets voorzien. Hè. Ja, de marketingmachine van achter de schermen is vol een bak beginnen draaien. Aha. Omdat de cijfers zijn echt boven verwachting van onze luistercijfers. En dachten we dat om onze 10e aflevering te vieren... Ja, juist. Ja, hebben feestaflevering. We hebben dus iets laten maken, maar ik ga het misschien eigenlijk Herman laten aanprijzen. Ah, oké. Okay. Ja. Voilà. Ja, dat zijn dus stickers. Ah, ja. Het is wel goed dat je de spanning er hebt ingehouden wat het precies was. Stickers, je hebt grote en kleine. Ja. En dat zijn PS Uniques. Er zijn er 500 van gedrukt, dus wie dat één kopen of krijgen? Krijgen. Heeft dus een van de 500 PS Uniques in huis. En ik heb zelf al 10 stickers cadeau gekregen, omdat het de 10e aflevering is. En ik ga die uitdelen in Trusthuis Het Eeuwige Leven in Destelbergen. Ja. Al die oude mensen moeten op hun voorhoofd plakken. Die weten toch van iets. Dus het is echt een hebbeding. Ja. Een hebbeding. Het is voor mensen die enkel auditief luisteren, het gaat om het logo van achter de schermen. Ja. Jeff, wat moeten de mensen doen? De luisteraars of wie dit winnen wil, om kans te maken op deze PS Unique, de sticker van achter de schermen. Het idee dat mij te binnen schoot was reageer op onze laatste reel op Instagram. Ah. Op de Instagrampagina van achter de schermen.podcast. Ja. En reageer daar iets leuks. Trouwe luisteraars weten al dat dit segmentje uit de podcast vooral dient ter reclame voor onze Instagram.
Het showbiznieuws is het. Het is zover. Elke week doorploeg ik ook de belangrijkste literatuur, van onze sector. En dat zijn de boekjes. En daar selecteer ik dan het voornaamste nieuws uit, zodat iedereen eigenlijk op de hoogte is van wat er te doen. Sterk staaltje onderzoek, journalistiek in TV-familie deze week. Op de voorpagina prikt de titel van hun laatste onderzoek. En daar staat: bizarre bedoeling. BV's kwaad op Bart de Wever. Maar toch zwijgen ze. Zijn jullie al hooked? Ja, ik vraag me af waarover dat gaat. Waarover dat gaat. Jij zou al de TV-familie gekocht hebben. Hè? Nee. Ah, nu ga ik hem kopen natuurlijk. Maar jij gaat het vertellen. Ik zal het nu lezen. Ja, okay, maar ja. Het was ja. Denkbeeldig. Lees het gewoon. Ja. Ja. Er is heel wat op til in de Antwerpse binnenstad. Vanaf 1 augustus kunnen enkel bewoners en vergunninghouders hun auto nog op straat parkeren. Anderen moeten gebruik maken van parkeergebouwen en ondergrondse parkings. Maar die beslissing zorgt voor ophef bij Antwerpse handelaars, onder wie ook BV's die hier hun zaak hebben. Zo is er BV-kapper Jochen van Hout. Ooit voorstander van Bart de Wever. Hij postte een open brief richting burgemeester De Wever waarin hij zijn ongenoegen uit. Willen ze van Antwerpen het nieuwe bokrijk maken? Ook botox-dokter Joshua van der A uit The Sky is the Limit reageert. Het is schrijnend. Ik weet niet of het wereldvreemdheid is of een wanhopige graai naar linkse stemmen. Maar voor kleine zelfstandigen als dit zal dit het nekschot zijn. Ze hebben toch echt weer de grand cru van de BV-wereld gepakt. Ja. Ja, maar toch, niet iedereen wil getuigen voor deze research van TV-familie. Want hier staat Hans Otten, die een zaak heeft op het bijzonder in trek zijnde eilandje. En ook Sven de Ridder, die een voorstelling speelt in zaal Elkelijk, wensen niet te reageren. En ook de hoogzwangere Aisha van Zelen. Wie? Die, Aisha, Aisha van Zelen. Uit de Sky is the limit. Ja. Die over 2 trendy restaurants beschikt op het Trendy Zuid, reageert liever niet. Haar focus ligt nu immers op haar nakende moederschap. Ook Leslie Ann Poppen, wier beauty clinic zich vlakbij de mer bevindt, laat weten niet te willen reageren op de nieuwe parkeerregeling. Ze vertelt: zowel kapper Jochen als Bart de Wever kunnen op mijn steun rekenen. Ik wil niet tussen 2 vuren verzeild raken. Herman, wens jij ook niet te reageren op deze kwestie? Ik wil reageren. Wat mij vooral leuk is die gast die zegt, willen ze van Antwerpen het nieuwe bokrijk maken? Ja. Want in bokrijk stik het ook van de ondergrondse garages natuurlijk. TV-familie onderzoekt ook nog een tweede onderzoeksvraag deze week. Ze vragen zich af, gaat Aaron Blommaert na zijn triomf in The Masked Singer als een raket Camille achterna? Dat vraagt men zich af dus bij TV-familie. Zal het zon vaart lopen met Aaron? Knalt hij nu echt naar de absolute top? Wij trekken op onderzoek uit. Onze collega's van het laatste nieuws moet je alvast niet overtuigen. Zij doopten Aaron al vlotjes om tot de Vlaamse Harry Styles. Een beetje overdreven? Lopen ze te hard van stapel? Misschien. Zolang Aaron zijn hele lijf nu maar niet vol opzichtige tattoos laat zetten. Oh. Maar die Aaron Blommaert heeft die de Masked Singer gewonnen. Want Ik moet wel zeggen, Aaron is ook DJ bij M&M. Ah, dus die heeft een zondagavondprogramma bij ons. Ja. Maar dat is een fantastisch fijne mens. Hè. Dat is echt een hele leuke kerel. Dat wordt dus ook... Kijk, ik ging het net voorlezen. Oh, pardon. Ja. Een grote troef van Aaron Blommaert is dat hij bijzonder aimabel en toegankelijk is. Echt? Hij is oprecht een lieve en toffe jongen. Daar scoort hij mee ook bij andere BV's. Kurt Rogiers is bijvoorbeeld erg lovend over hem. Toen Aaron nog geen rijbewijs had, carpoolden we vaak naar de familieset. Het klikte meteen. Het is de eerste keer dat ik zo close werd met iemand die zoveel jonger is dan ik. Kurt Rogiers, leeft hij nog? Ja. Ben jij ooit close geweest met hem, met Kurt Rogiers? Ik heb Kurt Rogiers ontmoet, hè, maar echt close waren niet omdat ik een rijbewijs had. Hè. En misschien ook minder aimabel. Ik ben even in Mabel als Aaron Blommaert en Camille samen. Hè, man. Andy Peelman doet een opmerkelijke bekentenis in De Primo. Hij vertelt, ik heb een panische angst voor spinnen. Als er zo'n beest in huis zit, roep ik de hulp in van mijn vrouw. Zet iemand voor mij met een mes of pistool en ik reageer rustiger dan wanneer ik een spin zie. Zo zie je maar, ik ben Rambo niet. En ik wil me alvast excuseren bij Gaia, maar als ik een grote spin zie, zet ik mijn voet erop. Maar die Andy, je moet hem eigenlijk niet onderschatten, nee, want in de tijd dat hij nog geen rijbewijs had, ben ik met hem veel naar Brussel gereden. En Mabel dat hij is, en Mabel.
Maar stinken, hè. Stinken, niet te geloven. Herman, je bent weer in je rol aan het kruipen. Ah ja, shit, ja. Sorry. Erik van Looy kampt met onuitstaanbare grapdwang. Maar straks staat dan die Peelman hier trouwens voor een nummer te zingen voor Herman Brusselmans, om het goed te maken. We hebben die 15.000 euro betaald. Maar voor zijn huis te financieren, hè. Erik van Looy kampt met een onuitstaanbare grapdwang. Zo getuigt hij een dag allemaal. Hij zegt, ik kan geen 30 seconden praten zonder iets plezants te verzinnen. Een serieus gesprek met mij is heel moeilijk. Zelfs bij mijn therapeuten wordt er veel gelachen. Omdat ik nogal gesloten ben, is humor een masker dat me afschermt. Ik ben een beetje zoals Herman Brusselmans. De mensen denken, meent hij het nu of niet? Staat dat erin? Dat staat in dag allemaal. Ga Erik, nadat ik hem ken, is dat eigenlijk niet waar. Je kunt er ook wel een serieus gesprek mee voelen. Oh, dus het klopt niet wat hier in dag allemaal staat. Ja, misschien van de laatste tijd, omdat hij nu ook die zaalshow heeft. Misschien dat hij daardoor veel bezig is met grapdwang. Maar ik herinner mij een tijd dat we allebei nog geen rijbewijs hadden. Zijn we met de fiets veel ergens naartoe gereden. En geen enkele grap heeft hij verteld. Ja, geen enkele. Alleen maar serieus. Ja. Nee, maar jij hebt toen nog de remmen dichtgeknepen, dat hij eerst over de meet kon komen. Ja, voilà. Nou, zeg, hoe dat alle mopjes hier al samenkomen, ja, ik vind het wonderbaar. Dat is techniek. Dat was tijdens de Jonder-trofie, ja. Straf. Zeg, maar, trouwens iets dat Herman hier voor de opname vertelde. Ja. Jij zei ook nog, dus jij bent DJ bij M&M, maar jij zei ook nog radio DJ presenter. Ik heb radio gedaan, hè, 29 afleveringen van De Laatste Mannen, een programma samen met Walter Groothuis bij het begin in 1992 van Radio Donna. Ah, jullie waren bij de pioniers van Radio Donna? Ja, we zaten vanaf week 1 zaten wij op zaterdag. Maar toen had Radio Donna dan toch nog echt een ander imago? Ja, zeker een ander imago dan de opvolger M&M. Zeker. Ja, ja, ja. Maar Radio Donna was toch de fun, de hits? Dat was dat niet dat de slogan? Dat was gebaseerd op Herman en Walter Grootsaert. De fun, de hits. Ja, voilà, de fun, wat waren hij, de fun of de hits? De hits, hè. Mooi, dat was het einde van het trouwens ook van het showbiz nieuws. Vond het goed? Leuk, hè? Ja, dank. Ja. Leuk, ja. Straffe onderzoeksjournalistiek, echt waar. Jeff, heb jij ook nog vragen die ons ingestuurd zijn door onze volgers? Ik noem dat eigenlijk normaal wel vragen van het volk. Ja, dat weet ik. Maar het is bijna een vorm van het format geworden dat ik dat dan altijd verkeerd moet aankomen. Ja, ik heb een paar open vraagjes en een paar gesloten vraagjes. Ik zal beginnen met een redelijk open vraag. Mathis Boucherin vraagt, heb je gekeken naar Eurosong, Herman? Ja. Volledig de rit uitgekeken? Volledig. En? Wat is uw indruk? Ik vond het nummer dat gewonnen heeft, Zweden, vind ik eigenlijk wel een goed nummer. Ja? Ja, en ik vond Gustav heeft het eigenlijk ook niet slecht gedaan. Zevende plaats vind ik terecht en zijn show was redelijk goed. Ik had hem nog nooit met een hoed op gezien en dat gaat hem wel. Ja. Dat was verrassend dat hij ineens een hoed op had. Ja. Ja. Trouwens, iets anders nu, een keer serieus. Ja. Ja. Weet je dat die Sabine Hagedoorn een dag ervoor het weer presenteerde met zo'n hoed op? Heb je dat gezien? Dat dacht ik ook van, kom aan. Ik moet zeggen dat bij VRT1, dus de nieuwe zender, dat er daar wel nogal gebruik werd gemaakt van het hoed. Ja, goed. De woordspelingen vlogen ons ocht om de oren. Ja. Ja. En wij dachten eigenlijk ook nog deze podcast met een hoed te doen. Ja, want Lancelot zagen we ook al afgelopen zondag met een hoed in de mol. Dus dat is allemaal Lancelot, een beetje... Ja, dat is niet uit de mol, hè, toch? Ja, niet het gewoon dus we kunnen eigenlijk beter dood zijn dan Lancelot te heten. Hè. Ja. Vind je dat niet? Lancelot. Ja. Die moet heel zijn leven zou je, met... Zou je dat verkiezen boven zo te heten? Als ze mij morgen Lancelot beginnen noemen, dan... dan maak je er hang ik aan de hoogste balk. Oh, zeg, jongens, kan ik wat vooruit gaan, want ik moet nog naar een andere podcast. Ja. We zijn er bijna. Anix gevraagd, wat is je favo Vlaamse tv-programma of all time? Ah, oh. Het journaal. Oké. Wat was uw favoriete aflevering? 13 april 1964. Ja. Toen Armand Pin een hoed op had, maar geen broek. Oké, zalig. Govaert die vraagt, wat vind je van de overgang van Aster naar VTM? Oh. Je kunt hem niet kwalijk nemen. Ja. Zou je hetzelfde gedaan hebben? Ik zou nooit weggaan bij de VRT. Oké. Ja. Jij? Manu? Ja, ik snap die keuze ook. Want wij waren vorige week op ons gemakken
iets aan het eten in de mes, hè, de etensruimte zeg maar, van de VRT, totdat plots iedereen een pushmelding kreeg. Dus je zag zo mensen tussen de soep en de patatten letterlijk dan zo naar hun telefoon kijken en zo, Aster, nee. Dus dat was plots het gespreksonderwerp over de hele mes. En het schijnt dat dat toch een werk van jaren is geweest. Dat de VTM toch zo wat jaren kom. Het werd al eens vermeld in de podcast, onze concurrerende podcast, die ik hier niet graag vermeld. Media Watchers. Van HLN. De enige andere mediapodcast in Vlaanderen. Met podcast-guru Mark Koenengracht. Ja. Legendarische Leeft tv. Leeft hij nog? Ja, die legendarische die tv-journalist. Ik dacht dat die zijn begrafenis geweest. Is hij iemand anders geweest? Mark. Dat was Eddie Wally, denk ik. Ah, ja. Nee, maar die maken eigenlijk messenscherpe analyses over het Vlaamse medialandschap. En die had het eigenlijk al een beetje aangekondigd. Hè. Zij, bij VTM zitten ze te hengelen naar Aster. En dat bleek zowaar te kloppen. Mm-hmm. En jullie waren er bij de VRT niet van op de hoogte in de refter? Nee. En plots, dat was echt terwijl we aan het eten waren, vorige week, baf, pushmelding, Aster vertrekt naar M&M. Tering. Aster vertrekt naar VTM. Mooi. Dan zijn we, Herman zal blij zijn, dan zijn we gekomen bij het eindlied. Oh, spijtig. Want jij moet natuurlijk nog ergens anders een lied gaan zingen. Ja, ik heb vandaag nog 3 podcasts. Dus ik moet... En de welke dan? Over sport, over seks en over de aardbeienkweek in Mantsoerije. Ah, je dacht over het parkeerbeleid in Antwerpen? Nee, dat heb ik gisteren gedaan. Oké, we gaan het eindlied zingen. Het is... Ja. Iedereen heeft een mooi tekstje voorbereid. Ja. Ik heb een heel originele dit keer. Ja? Ja. Over, ik kan het nu al zeggen, over Gustave. Ja. Gustave. Moeten we eigenlijk ter komischer wijzen. Komischer. Gustave, because of you. Jullie hebben ook allemaal een leuk thema. Ja, zal wel zijn. Okay. Ja. Oké, daar gaan we. Achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Tijdens Eurosong hoorde ik heel veel mooie dingen. Fantastisch hoe je over elk onderwerp kan zingen. Een ode aan een nieuwslezer, voor mij echt geen taboe. Daarom zing ik uit volle borst, Jan, because of you. Achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Vanmorgen ging de wekker om 2:30 al af. Nu heb ik veel meer wallen dan Jean-Marie Paf. Begrijp me niet verkeerd, ik presenteer echt heel graag. Want als ik dat niet zeg, krijg ik op de VRT slaag. Achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Wat las ik vorige week op mijn gsm? En zei je manen Aster naar de VTM. Oh. Bij alle fans van Extra Time klonk een diepe zucht. Straks wordt hij nog vervangen door Ruben van Gucht. Oh. Achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Allee. Zondag ging ik naar het concert van Beyoncé. DJ was er niet, dus verzon ik snel een smoes. Om maar achterwaarts te naaien in haar poes. Achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Maar dat was nog eens classic Herman Brusselmans hier, hè? Ja. Ja. Ja, mooi. ChatGPT heeft het gegenereerd. Ja, ik heb nog de winnaar van vorige week. Ah, die horen we graag. De winnaar van de kader, ja, van Connie. Ja. Commie. Robin Bastaans. Ja. Proficiat, jij bent het kader. De minst gênante slogan doorgestuurd. Oké, dank u wel daarvoor. Ik bedank heel erg graag Manu van Akker om hier aanwezig te zijn als insider. Dank u, heren. En natuurlijk de misschien niet gevierde, maar zeer geapprecieerde schrijver. Geapprecieerde schrijver, Herman Brusselmans. Dag. Bedankt, tot de volgende keer. We zijn er steeds op woensdagochtend in de podcast-app of op GoPlay. Dag.